Hallo.
Hallo. Emma. Emma. Hallo. Oeh, oetja. Papa eindelijk een nieuwe geluidskaartje gekocht. Kan hij eindelijk Emma filmen op vakantie. Ja. Eindelijk Emma filmen. Poetie, poetie. Ja. Hallo. Hallo. Zeg maar hallo, kijkers. Hier is Emma. Hier is Emmaatje. Emmaatje is hier. Morgen ben jij 13 weken, hè? Geloof ik. Of 14 weken alweer. 14 alweer, of niet? Vandaag is donderdag. Oh ja, nee. Het is al 14 weken. Toch? Ja. Yeah. Wordt daar hele grote meid, hè? Ja. Papa Michael Jackson aangezet op de achtergrond, hè? Dat ga ik goed opvoeden, hè? Hallo, Emmaatje. Waar is het balletje dan, Kees? Waar is het balletje dan, Kees? Ja, waar is het balletje dan, Kees? Twitter. Dat kan niet. Om een of andere reden. Je een mooi balletje, hè, Kees? Ja. Keesie. Hoi.
Casey! Dit is weer een nieuwe aflevering van Emma, de wonderbaby. Hallo Emma. Hallo. Hola. Kees moet krabben. Kees, hou eens op. Nou, wie is Kees nou aan het grommen? Kees, hou op. Er zijn andere mensen op de camping, dat mag gewoon. Kees. Mag gewoon. Keesie. Ben je al op de waakhond? Pardon. Oh, sorry. Sorry. Was je even alleen? Dat kan natuurlijk niet, Emma. Emma kan niet alleen zijn, want dat vindt zij niet zo leuk. Hè? Waarom schakelt die pokkencamera steeds uit als ik hem schuin hou? Ja, ik weet het ook niet. Dat was vroeger niet. Kon ik hem gewoon naar alle stammen houden, Emma. Ja. Misschien moet ik wel een instelling veranderen. Hè, Emma? Dat was mama. Mama liet een scheet van wel 2 seconden. Misschien wel 3. Oh, en 1 stuk door. Jij laat ook wel eens wat langere scheten, maar dat zijn meestal bloepjes zo. Ik doe alles, ik doe altijd een beetje gevarieerd, zeg maar. Dus de ene keer dat ik echt een hele lange scheet zo, die zo poeh, die stinkt eigenlijk gewoon 100 juta. Een andere keer zijn het van die keide knetters en meestal, die ruik je dan meestal helemaal niet. Nee. Maar ja, daar kom je nog wel achter als je wat groter bent dadelijk, hè? Je kunt ook niet alles leren in 3 maanden tijd natuurlijk, hè? Nee. Emma. Ja. Hij is straks weer mee zwemmen in de huttenhoogte, hè? Ja, in de huttenhoogte zwemmen, hè? Oh, Kees wil weer blaffen, hè? Kees wil weer blaffen, Kees. Kees. Niet doen. Ik vind Emma en ik niet leuk. Hè, Emma? Jouw kleine handjes nog, hè? Ja. Zo, ben ik. Als jij later in beeld terugkijkt, denk je, wat een slechte resolutie. Jij zit op een tv te kijken van 32K. Deze is nog niet eens 2K. Ja, maar ja, het doet er niks aan, hè? Dat was de tijd, hè. Hoewel, dit tijdperk was er wel al 4K opname mogelijkheid, hoor. Maar ja, mijn Sony telefoon kan het eigenlijk ook al. Toch een keer gebruik van maken, hè. Dat we ook beelden van jou hebben, zoals je nu bent. In 4K. Goed, dat is nog niet waar jij nu gewend bent, anno 2040, maar... Het is toch alweer wat beter als dit, hè? Ja, precies. Vind ik ook.
Als je dorst, vriend. Kees had dorst. Moeder zit in de zon, in de tuin. De hond speelt met zijn bal. Ben je met de ballen spelen, Kees? Moet je even naar de camera.